Like this. Yeah.
Ik zeg, we hebben geen vereniging meer. Ja. Kleine, van de kans. Nee.
scheve schoen. Zeker weten. Ja. Ja, hij zegt ze het niet meer vinden bij. Dat is even zo. Ja. Allereerst gefeliciteerd. Vandaag deel 2 van de wedstrijd tegen Cagia. Ja, een beetje raar om zo te beginnen. Ik denk wel voor beide kanten raar om zo te beginnen. Maar goed, dan zie je dat met die corner dat hij eigenlijk alweer bijna erin gaat. Ja, dan zou je zelfs alweer na 1 minuut, of in de 12e minuut om het zo maar te zeggen, 2-0. Maar goed, uiteindelijk denk ik wel een verdiende overwinning. En ja, dat geeft vertrouwen naar volgende week toe. Ja, je begon met die corner natuurlijk. Daarna, en dat was natuurlijk de eerste 20 minuten denk ik. Nog 2 behoorlijke mogelijkheden dat van de doellijn werd afgehaald. En eigenlijk tot aan de rust. Ja, ik vond ons zeker in de beginfase vond ik ons goed spelen. Rustig aan de bal. Kreeg je ook 2 kansen. Daarna vond ik KG iets meer de overhand krijgen. Zonder echt tot uitgespeelde kansen te komen. Maar ze hadden wel iets meer balbezit. En ja, na rust moet je jezelf gewoon belonen. Dan mis je gewoon te veel kansen en dan hou je KG eigenlijk in leven tot die 2-0 valt. En dan zie je, ja, dan knakt er bij hun iets en ja, dan speel je het eigenlijk uit. Nou, die 2-0, dat was wel een prachtige kopbal, hè? Ja, zeker. Hele mooie vrije trap van Thomas met de juiste snelheid. Ja, en Patrick die zich goed vrijloopt en geweldig binnenkopt. En ja, schitterend doelpunt.
Nou, we koesteren de punten, trainer. Ja, die koesteren we zeker. En ja, op naar volgende week. Bedankt. Graag gedaan. Ja, Stan, daar sta je dan. Basisplaats vandaag. En gelijk. Uitgeroepen tot... Man of the match, inderdaad. Man of the match. Ja, we missen Teun nog even, want die doet dan normaal dat je het officieel krijgt met die pannenkoek. Die heb ik niet, maar wij gaan even... Sorry? Die krijg je wel toch, de pannenkoek? Nou, natuurlijk. Natuurlijk, oké. Dan moeten we maar zelf uit de kast halen. Ja, daarom. Nee, maar vertel even, hoe heb je de wedstrijd beleefd? Ja, ik kreeg deze week al door dat ik in de basis zou staan. Dus ja, op 6, controlerend. En ik denk dat we vrij weinig hebben weggegeven. We hadden, nou, de score had gewoon veel hoger moeten uitkomen. We hebben zoveel kansen gemist. Het is nu 2-0, maar als het 6-7-0, dan is het ook niet gek. En we hebben zelf vrij weinig weggegeven, dus ik denk een aardige pot. Maar die kansen, de echte doelrijpe kansen, waren toch echt in de eerste helft volgens mij. Ja, de eerste helft, je hoort eigenlijk al, ik denk dat je voor rust tot 300% kansen hebt. Nou ja, dan moet je er 2 van scoren en je beloont jezelf niet. Dan sta je 3-0 met rust. En tweede helft, als we ze iets beter uitspelen of de laatste paas iets beter is, nou, dan ben je 6-0. Maar ja, 2-0 is gewoon eigenlijk te min. Kan je nog voor de geest halen de momenten dat je echt in gevaar bent geweest tegen deze jongens? Nou ja, 1 schot vanaf de zijkant was dat. Die pakte Wes ook goed. Volgens mij de laatste 5 minuten nog een kopbal. Die pakte Wes ook. Ah, op het eind hier nog. Ja, op het eind. Maar voor de rest hebben we volgens mij geen kansen tegen gehad of zo. Dus, Die stand die was nog steeds 1-0. Even voor de rust. Werd er nog een vrije trap aan Kagia gegeven. Ik denk nou, ja. Zal toch niet? Ja, die was net voor rust, ja. Als hij dan binnenvalt, dat is altijd ja, gewoon kloot als hij dan binnenvalt. Maar volgens mij een metertje naast goal. Dus, goed, 3 punten in de knip en die hebben we hard nodig. Ja, die hebben we hard nodig. Volgende week krijgen we Alvia, als het goed is. Alvia. Ook thuis. Nou, thuis zijn we ongeslagen buiten fuck. Dus dan ook weer 3 punten hopelijk. En dan kan je gewoon naar boven kijken. Nou, laten we het erop houden dat we er ongeslagen blijven. Laat het houden, inderdaad, ja. Dankjewel. Gefeliciteerd. Dankjewel. Jongens, dank vandaan. Pupil van de week. Voor deze week. Nou, waar voetbal jij zelf? Jij voetbalt in de jeugd. In welke elftal van de jeugd speel je? J94. J94? Ja. Vanmorgen nog gevoetbald? Ja. Gewonnen? Ja, met 5-1. 5-1. Zo. En welke positie speel jij? Spits. In de spits? Ja. Oeh, dus jij hebt zeker wel gescoord dan bij 5, hè? Hoeveel keer hebben we gescoord? 3. Zo. Welke was de mooiste uit de 3? Ja, dat was de derde. De derde? Ja, toen sprong ik op een gegeven moment zo hoog in de lucht in. Jongens. Een vallende kopbal. Bijna hetzelfde als die Patrick maakte bij de eerste vanmiddag. Pupil van de week hebben wij natuurlijk altijd een heel mooie aandenken van jou. Een mooie bal met alle handtekeningen van de spelers en de trainers erop. En de scheidsrechter. En van de scheidsrechters erop. Dus bij deze. Hartstikke bedankt. Hey. Dat de man of the match vandaag gekozen werd, niet om een doelpunt te maken, niet door de keeper, die overigens ook een hele goede aantal reddingen had, zeker in de laatste 10 minuten. Maar het middenveld stond vandaag wederom weer als een uitval. Het is ook voor jou, Stan, nogmaals gefeliciteerd. En als man of the match krijg je natuurlijk de applaus van de